Athene, 30 september, 7 uur in de morgen. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor de duursporten. Het pure trainen, afzien met snot in de neus, maar ook genieten van de buitenlucht. Het alleen zijn in de nacht, jezelf horen ademen, hoe ver kan ik gaan? Als kleine jongen droomde ik al van schier onmogelijk en fantastische dingen. Ondertussen werd het lopen mijn grote liefde. Snel was dan ook de marathon mijn lievelingsafstand. Toch bleef er iets knagen. Hoe ver kan ik gaan? Waar liggen mijn grenzen? De Spartathlon, de meest mythische loopwedstrijd aller tijden. 246 kilometer lopen aan één stuk en dit binnen de 36 uur. 2 jaar lang heb ik me voorbereid op deze uitdagende wedstrijd. Ik moet ook realistisch zijn. Op vorige edities haalde slechts 1/3 van de deelnemers de eindmeet. Heb ik alles misschien wat onderschat? Veel kans op slagen kan ik mezelf niet geven. En ik sta dan ook in geen enkel favorietenlijstje. Voor de mentale ondersteuning meldde zich spontaan een groep vrienden samen met mijn vrouw Katrien, die mij hartverwarmend zullen aanmoedigen tijdens de reis. Katrien, hoe voel je? Spannend, hè? Verlang tegen dat Zouterhaven is. 370 deelnemers, de top van het ultralopen, zijn hier verzameld om zich te meten met elkaar. En daar sta ik dan, met mijn broekje, mijn schoentjes en knikkende knietjes. Meteen na het startschot valt alle druk weg. Rustig aan. Ik mag en zal me niet verbranden tijdens de eerste dag. Ik neem me voor om achteraan in de groep te lopen. De sluitings- en eliminatietijden van de bevoorradingsposten zijn behoorlijk scherp. Daarom moet ik zeker de eerste 80 kilometer een gemiddelde minimumsnelheid van 10 km per uur aanhouden. Lieven is de wedstrijd goed gestart. Nu pas begint onze taak. Wij willen hem aan alle 75 bevoorradingsposten aanmoedigen. Dus snel naar de auto en Athene uit. De doortocht in Athene is spectaculair. Alle verkeer wordt opgehouden om ons een vrije doortocht te geven. Het resultaat is een hels getoeter tot we uiteindelijk de rand van Athene bereiken. Voor je het weet is de eerste halve marathon achter de rug. En alles loopt vlot. Gelukkig. Onze atleet is relax, maar loopt te traag en heeft slechts 2 minuten over op de eliminatietijd. Hij loopt in derde laatste positie. Dit is echt wel te riskant. Stel je voor, zo vroeg in de rij zal uitgesloten worden. Olivier. De supporters sporen me aan om wat meer vaart te zetten. Dat moeten ze maar 1 keer zeggen natuurlijk. Onze aansporing mist zijn resultaat niet. Lieven klimt op in de rangschikking en heeft nu al een marge van 12 minuten. De eerste marathon zit erop. Het wordt middag en bloedheet. Voor enkele lopers wordt het nu al te zwaar. Ze krijgen fysieke problemen en moeten noodgedwongen opgeven. Het parcours wordt veel rustiger, mooier met prachtige zeezichten, maar ook een stuk bergachtiger. Het wordt me ondertussen duidelijk, in deze wedstrijd is er geen meter plat. De passages door de dorpjes met uitgelaten kinderen die me aanmoedigen in een erehaag, zal ik natuurlijk niet snel vergeten. Door de versnelling krijg ik voor het eerst nog eens Belgen in zicht. Ludo de Poortre en Luc Leenaerts. Hoewel het een korte en aangename babbel is, blijf ik niet lang bij hen. Ik moet mijn eigen wedstrijd lopen natuurlijk. Mijn eerste passage bij de voltallige supportersgroep geeft mij een mentale boost en doet mij schakelen in een hogere versnelling. Het is me duidelijk. Dit is zowel een mentale als een fysieke wedstrijd. Ik nader ondertussen de eerste grote hulppost, Hellaskaan. Voor mij een benchmark om te zien hoe ik in deze wedstrijd presteer. Deze post bereiken
zal een eerste kleine overwinning zijn. Want daar, na 80 kilometer, ligt al bijna een derde van de deelnemers uit de wedstrijd. Men door al je griften. Moet je het wat aanlieven? Het is de post waar ik voor het eerst hulp kan krijgen van mijn verzorgers Hein en Birgit. Ik keek er naar uit en mijn verlanglijstje was al helemaal klaar. In mijn hoofd. Ik zie dat ze nog niet helemaal voorbereid zijn. Nervositeit en een beetje ontgoocheling overvallen me. Ik beslis om een en ander snel mee te graaien en meteen door te lopen naar een volgende post, waar het vast en zeker een stuk rustiger en beter toeven zal zijn. Ja. We dachten dat Lieven hier een uitgebreide pauze zou nemen, met massage en een ander paar schoenen, even rust misschien. Maar hij is alweer weg. Super gehaast en al opgeschoven naar de eerste helft van het deelnemersveld. We organiseren ons anders om de volgende bevoorrading foutloos te laten verlopen. Ik voel dat ik krachten over heb, hou het strakke tempo aan en dit resulteert in een serieuze klim in het klassement. Het wordt stilaan avond en een stuk koeler. Het parcours loopt vanaf hier door een prachtige streek met olijfbomen en wijngaarden. Op naar de eerste 100 kilometer en een verbetering van mijn persoonlijk record. De honger slaat toe en ik besluit mijn verzorgers eens te testen. Ik bestel meteen een portie spaghetti. Ze onthoogelen me deze keer niet. Aan 102 kilometer staan ze klaar met het gevraagde. Warm en lekker! Gaan jullie op de vrienden? Het wordt snel donker en de komende hindernissen spoken door mijn hoofd. Weldra een onverharde weg van wel 15 kilometer lang. Daarna steil omhoog naar de voet van de berg en dan de Sanghaspas in het holst van de nacht overklauteren. Ik word meer en meer onzeker. Ik voel de stress stijgen, minder drukte, minder lopers in het vizier. En dus een stuk eenzamer op de weg. Ik wil absoluut geen tijd verliezen en besluit tijdens de wedstrijd nooit te gaan zitten. Bij elke grote post krijg ik een rechtstaande massage van Birgit en Hein, die heerlijk voelt. Hier in antiek Nimea, halfweg in de wedstrijd, is de sfeer ontspannen. Onze held zal hier al 124 kilometer gelopen hebben en klimt nog steeds op in het klassement. Hij heeft nu al meer dan anderhalf uur voorsprong op closing time. De verzorging wordt een routine. Eten voorzien, fles klaarmaken, massagegel bij de hand en vooral veel hartverwarmende woorden. Beetje naar onder om naar film lopen. Ja! Belgium! Yeah! 15 kilometer onverharde weg na 125 kilometer lopen is echt geen geschenk. In een stofwolk met het lampje speuren naar oneffenheden, maar hoe dan ook hak je stevig in de putten, waarbij je maar net een verzwikking kan vermijden. Dit is echt slopend. Zwinnenvent.
Op naar de 140 kilometer. En stilaan weet ik dat het mentale het zal moeten overnemen van de lichamelijke krachten. Want die zijn bijna op. Moeten als je er weer komt. Dat mag ook niet toe, hè. Dat mag ook echt niet toe. 100 kun je, dat kan je al, hè. 100 kukken. Dat is maar 100 mee. Dat is wel speelt met mijn gedachten in de ruimte. Ja, ja. Vanaf nu is het af. Nu is de proef, hè. Dat is die berghoofd, hè. Moet ik mijn boodschap brengen naar Sparta? Ik was 6 wandelen. Maar vanaf nu wordt het een beetje wandel. Hè. Nu wordt het keihard een beetje wandel. Ja, een beetje wandel. Ja, dat is wel rest hier. Goed in lief. Ja, hè. Schatje. Ja, die is binnen, maat. Die is binnen. Hoeveel hebben we er niet van gebouwd? Oké, is de closing time? Dank je, lezen. Water in je pullen? Water in je pullen of water in een flesje? Van ons is water goed en drink sportdrank. Sportdrank in de pullen. Het is dan een schone wandeling omhoog. We zijn aan de onderkruft, hè. Ja. We kunnen het. Ja, je lukt. Ja, maar ik heb het gedaan. Ja. Men al een nieuw klaar, wij al. Geloof nee, je wist wat. Ongelooflijk. Ja. Ik voel me stukken beter dan verwacht en zal mijn kans op de Sanghasberg wagen. Wow. What a service. Holland. Very Belgium. Nice organization. Belgium. Belgium. Thank you. Congratulations. You no, thank you. Just food. Yes. De wegen die leiden naar de Sanghaspas zijn steil, verdomd steil en aardedonker. Angst en hoogtevrees overmannen me. Maar daar wil ik zeker niet voor wijken. Mijn supporters maken de aankomst bij de post aan de voet van het bergpad hartverwarmend. Maar toch voelt dit aan als het betreden van het vagevuur. Wat, ik heb jou nog niet gezien, denk ik. Hoe is het? Echt, jong. Is met mij niet goed. Is het waar? Oh, je zit toch goed? Ik vraag niet boven, jong. Nee? Ja, Sam, we gaan dat samen. Zo niet kom. Zo niet kom. Tessera, dat nummer is Tessera. Ik heb een beetje duzelingen. We maken ons zorgen. Lieven heeft hoogtevrees. Hoe zal hij deze zware beproeving doorstaan?
op de tast over een bergpas op 1256 meter hoogte. We zullen nog een kieten gestemmen. Ja. De toewijding van mijn verzorgers en supporters is enorm. Nu voelt me lekker op de doping. Hè? Die baan is een studentendoping. Durf niet. Vijf van de 11 landgenoten en de helft van het deelnemersveld hebben nu al noodgedwongen de handdoek in de ring gegooid. We zijn nog maar 5. We zijn nog maar 5. Lange man. Peperkoek. Ja. Super. Nog een eindje nog. Ah ja, tot wanneer zie ik het? Aan de andere kant. Beneden. Kijk eens aan, hoeveel kilometer is dat toch? Nog ongeveer 5 kilometer zeker. 6. 2,3 nog boven. En 2 nog het zaad. Oké, hartjes. Tot de witte, hè. Voorzichtig in de afdaling. Superman! Er zit men doet mijn kleren uit. Schatje, super, hè? Hiet cadeaus op je bakje. Alles dat je doet, lukt. Altijd. De berg doemt op als een onneembare muur met dansende lichtjes van voorgangers die hem proberen te bedwingen. Stemt die berg morgen. Ik zet mijn eerste stappen en door de stress gaat mijn hartslag pijlsnel de lucht in. Het pad is zo steil en de 150 gelopen kilometers wegen zo zwaar dat ik telkens achterover dreig te vallen. Puur op instinct kan ik me steeds vastgraaien aan pinnige struiken of laat ik me zijwaarts vallen tegen de flank van de berg. Het is echt mijn ding niet, maar ik zet door, met veel moeite bereik ik de top. Wat een opluchting. De wind maakt het hier ijzig koud, daarom daal ik snel af naar het bergdorp Sanghas. Mijn enthousiasme is na 2 valpartijen snel getemperd, want het paadje met losse stenen is zo steil en mijn afdalingstalent zo slecht dat het lijkt op de processie van Echternacht. Gezien mijn marge op de sluitingstijd maak ik me nu niet te veel zorgen. Good race. Good service. Thank you. I'm De Spartathlon is hier op zijn hardst en ik weet zeker dat ik deze reis slechts 1 keer doe. Alles of niets dus. Nu haal ik mijn tweede overwinning binnen. 170 kilometer binnen de 23 uur? Yes, dit gaat goed. 170. De dagelijkse ongemakken beginnen me serieus parten te spelen en zijn niet zomaar tegen te houden met een pennetje. Dat is hier misschien zijn wc. Hier moet ik dus noodgedwongen gaan zitten. Dat je het op je gemak hebt. Op de pot dan. Trientje is snel meegelopen naar de toiletten en ziet haar kans schoon om mij een verse onderbroek te geven en mijn gezicht te wassen. Wat doet dit deugd? Let op het trapje. A small step for people, but a huge step for me. Mol. See you next time. Okay, next year. No, they need more. Only one time. It's too hard. Left. Left, okay. I will return? No. No more sanghas anymore, right? No more. It's downhill now. Downhill, yeah. Downhill, I'm in the doctor. I'm in the hot seat.
Mijn benen zijn ondertussen helemaal stijf, maar ik wil echt wel naar Sparta. Daar heb ik 2 jaar keihard voor getraind. Vieren, godverdomme. En hoeveel tijd? Tegen hoe laat? Maar ja, jij nog meer dan een uur. Jo, merci. Ja, meer dan een uur en een half over op closing time. Nee, minder, ietsje minder. Ietsje minder? Ja. Maar de... Een uur en 20. Oh, verdomme, kan dat niet hangen, shit. Dat is niet uit, dat komt dan. Als je er nog meer dan 10 uur over doet, zie je nog Hassan binnen dit. Dat is in de chacos. Het is van op de zee te zetten dat je alle toe gaat. Shit. Ja. Dat is niet erg, dat komt wel los. 4, hé? Ja. Tot dan, hé. Jo. Gaat je er over, hè? Jo. Super. Hoe kan het? We'll see. Bij het krieken van de tweede dag breekt men wel. Een lange, saaie weg van 20 kilometer... meandert door het Griekse landschap. Goed, goed, goed. Maar op naar de 200 kilometer. Ik moet mijn krachtigste mindgames bovenhalen om mezelf gaande te houden. Ook mijn mantra, dit is mijn reis, ik ga naar Sparta, dit is mijn reis, ik ga naar Sparta, helpt me om het ritme aan te houden en te blijven lopen. Lieven krijgt het heel zwaar. Hij is de uitputting nabij. Vanaf nu staan we er om de 3 à 4 kilometer, waarna we doorrijden naar de volgende post. En telkens we hem passeren, schreeuwen we Love you! De rol van Hein is cruciaal. Rustig en kordaat informeren, telkens opnieuw, honderden keren hetzelfde herhalen. Onderweg zien we de hekste taferelen, uitgeputte mensjes, lopers die in een geïmproviseerd bed kruipen, zelfs één met zijn liefje in lepeltjeshouding. Velen laten zich uitgebreid masseren. Wij zullen Lieven proberen te overtuigen hetzelfde te laten doen. Na 200 kilometer wordt alles moeilijk. En mijn lieve supporters zorgen voor een vers gebakken brood met kaas. Maar ik krijg nauwelijks iets binnen. En toch
heb ik nog een marathon voor de boeg. De zesde op rij. Daar is de post, hé. Nog een kapando, hè. Ja. Een beetje, past dat in het plan? Dat past er nog. Je zit nog Hassan op je neuren af. Kop op je neuren af. Je ziet echt goed bezig. We weten niet meer wat onze rol moet zijn. Moeten we hem lief en zacht aanmoedigen? Of proberen we de harde aanpak? Hou hè, je gaat nu toch niet opgeven. Pees dan Bas en Felix. Een roetsbaan van emoties. Blijdschap dat hij al tot hier is geraakt. Fier op zijn ongelooflijke doorzetting. Maar ook pijn hem zo te zien afzien. Angst, medelijden. Er zijn traantjes gevloeid, maar we zitten in een fantastische bende. Ik veronderstel dat ik het ergste gehad heb. En dat het nu constant zal dalen naar Sparta. Niets is minder waar. Deze mythische wedstrijd doet haar naam en faam alle eer aan. Want voortdurend doemen nieuwe bergen op en beklimmingen die ik nog nauwelijks kan behappen. Bravo! Ja! Het goed aan van hier een kitje pakken in een berg. Ja. Zijn ik duur? Het duurt 12 uur 55. Water, vul de flesje moet gevuld worden. Birgit, vul de flesje. Nee, het zit nog veel. Er is een lot in het. Het is 3,5 km naar de volgende, hè? Ja, maar het zit moet dan. Ja. Oké. Dus zijn dat we dat in bus komt, dat is die boom. Hein voelt de bui hangen en neemt de mental coaching op zich. Bij elke post word ik volledig gebriefd over mijn voorsprong, gemiddelde snelheid en plaats in het klassement. Hij verzekert me ervan dat ik zeker aankom. De woorden doen echt wel deugd, maar blijven niet hangen. Ik durf nog altijd niet geloven. Hou, kijk maar wat hem dan niet is. En is dat? Ja. Nee, het is iemand zwart. Het is hem niet. Ja, maar hij is erachter. Dat is dat kleine madamtje. Ah, ja. Nee, dat is geen loper. Dat is. Nee, is het ook nog opgegeven. Ja. Hij loopt. Ja, I love you. Ja, die kriebus, dat voelt lekker. Nee, het is echt hier, onder de borstkas. Wow, ik heb hem. Tot op, kort. Wow. Ik klak ze neer met hem. Ja, yes, though. Leven! Woo! Hop!
gewoon, ja. Ja, met zijn handjes. Leven, kom aan! Moet hier over een matje lopen? Nee. 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 Dat is 17, hè. Ik kan wel verloren. Oké. En als aan de... Zijn Hassan niet zeker? Ja, hoor. Ik ga hem maar wegsteken. Hier droog in een kippetje. Ja. Dat is goed. Let's go to Sparty. Yes. Oké. Sparta, here we go. Ik kom ons los aan de uur aan de goed, hè? Voorzichtig de pantra. Proma, we gaan het even toe met je loren krantje. Nu kan nog toch een beetje droom van dat mama. Het parcours blijft pikkelhard. De uitputting, uitdroging slaan toe. Ik ben nu niet meer in staat om te lopen. Echt goed. Nee? Echt goed. Ze moeten lukken, eerlijk. Ja, dat lukt zeker. Sukkertjes. Ik denk voortdurend aan mijn ambitie om Sparta te halen. Aan Bastiaan en Felix, die zo meeleefden met mijn voorbereiding. En dat ik ze niet wil ontgoochelen. Aan Va en Moe, die zeker op mij toekijken. En aan wie ik deze wedstrijd wil opdragen. En aan mijn liefste Trientje, die zo meeleeft met me. Ik wil natuurlijk ook aankomen voor Kurt en Birgit, die zoveel gedaan hebben voor die wedstrijd en voor die lieve supporters die me onverstoord vrolijk blijven aanmoedigen. Het is nog altijd een uur voor de closing time. Het is nu 16 uur, 15 uur 40. Nee. Ik kan nog niet zo staan. Ik kan het met zoveel leven. Het zijn snelle suikers. Direct suiker. Je moet niet te spannend maken, hè. Niet te spannend maken. Zijn voorsprong op de sluitingstijd slinkt ziender ogen. De twijfel slaat toe. Zal hij erin slagen om de aankomst te bereiken binnen de 36 uur? We worden geslingerd tussen hoop en wanhoop, tussen wachten en reekhalsend uitkijken. Het wachten aan elke post wordt steeds langer. Zijn loophouding steeds bizarder, met een uitgesproken tik van telkens opnieuw op zijn horloge kijken. Ik kan het nauwelijks geloven. Ik schat mijn kansen om te finishen nog steeds klein in. Het feit dat steeds meer atleten mij voorbij steken, doet me twijfelen. Kom in orde. Kom in orde. Kom in orde.
Nee. 3,1. 3,1 naar het volgende punt. Maar ik dacht dat het 7 was in totaal. Nee. Maar nee. Je moet dat niet samen tellen. Bovenste is tot in Sparta. 4 kilometer. Oh, toen zit er nog wat. Ja. Hij maand me aan om zeker niet meer te lopen en deze kilometers rustig uit te wandelen naar Sparta. Wat ik natuurlijk kan. Michael Brecht, Germany, Germania. Τερματίζει αυτή τη στιγμή ο αθλητής με τον αριθμό 237, Masahiro Oi Japan. Επαναλαμβάνω τους αθλητές που τερμάτισαν μόλις τώρα. Ο αθλητής Κίτρος Βιέχεν από το Βέλγιο, Belgium. Ο αθλητής με το 200 νούμερο 37, Masahiro Oi, Japan. 257, Καζούγια Ινου, Japan. 286, Michael Brecht, Germany.